maakt kunst tot kunst. Wat voor mij, hoe ouder ik word, nog altijd de moeilijkste vraag is die ik eigenlijk moet beantwoorden. Zijn er dingen in de kunstgeschiedenis die uw verontwaardiging oproepen? En ik ben eerlijk gezegd gaan zoeken. En bijna niet gevonden, moet ik zeggen. Dan neem ik dat als voorbeeld. Kijk, dat was de kunst van die tijd die wel gewaardeerd werd. En dan ga je direct, kom je in, versta je, in een soort twijfelsituatie. Over jezelf natuurlijk. Een twijfelsituatie over jezelf. En daardoor is dat dus voor mij een slecht werk, maar eigenlijk een meesterwerk als didactisch instrument. Versta je wat we doen? Ja. Dat is het. Om dus op lange termijn een goede kunstenaar te zijn, zegt hij, dan moet men zijn intuïtie en zijn instincten vertrouwen. Dat is met één toets gedaan en die toets die met dezelfde penseel, en maar dat penseel veranderen van richting, zodanig dat je een breedte hebt en een smaller hebt. En dus die elegantie treft. Die achtergronden van zijn persoonlijke geschiedenis zitten in dat werk. En toch vertaalt hij iets onwezenlijks, onwezenlijks. Die een blik alleen maar. Je weet niet goed waarmee hij bezig is. Hij is met van alles bezig. Maar je weet het niet precies. Zoals in de middeleeuwen wist je het precies waarmee ze bezig waren. Omdat ons weten is niet meer zo groot. De kennis die erachter zit is veel groter. De informatie waarover we nog kunnen beschikken is zo enorm dat je het niet meer kunt grijpen. Versta je wat we doen? Dus, en dat is iets, die onvolmaaktheid die in een schilderij van vandaag zit, die zo treffend is bij heel veel kunstenaars. Of het onwezenlijke van die kunstenaars. En dat komt tot een abstractie dan, bij de goede kunstenaar. Bedankt om hier te komen spreken in eerste instantie. We hebben heel veel informatie gekregen over wat kunst nu eigenlijk tot kunst maakt. Hoe staat u daar zelf tegenover dat zoiets kan plaatsvinden? Vindt u dat dat leuk is, dat er daar een reeks of toch een aantal lezingen over gaan? Vindt u dat leuk om die kennis te delen met een grote groep mensen? Dat vind ik nu toch. Hè. Dat is toch altijd interessant. Hè? Zo'n, eerst en vooral een confrontatie met een publiek. Dat is altijd van het grootste belang, omdat je... door u te toetsen, ontdekt je ook bepaalde dingen. Zie je, want er is altijd een stukje improvisatie mee gemoeid. En waaruit dat je dan weer nieuwe ideeën en impulsen krijgt. Voor een volgende toespraak, of om over kunst na te denken. Hè? Niet noodzakelijk voor een toespraak, maar ook om zuiver na te denken over een kunstwerk. Zie, ik heb vandaag ook... ervaren, op het moment dat ik mijn verontwaardiging uitspreek, dat ik uiteindelijk toch ben geconfronteerd geworden met een werk dat mij toch iets zegt. Zie je? Dus helemaal veronachtzamen kunt je niet. Helemaal verontwaardigd zijn kunt je niet. Van zodra het tot de kunstgeschiedenis behoort. Zal er ooit een moment komen waarop dat Jan Hoet minder of niet bezig is met kunst? Ja, ik hoop natuurlijk van niet. Hè. Ik hoop dat ik nog zo lang mogelijk meega. Maar ik geloof, de kunst, hè, is ook iets dat u altijd nieuwsgierig houdt. En het is die nieuwsgierigheid die u natuurlijk uitdaagt om altijd maar verder te gaan. En nooit te stoppen. Hè, dat is iets wat ik zelf voor mijn eigen ook niet versta. Er zijn er veel die zeggen, maar allee... gaat nu toch wel een keer uw pantoffels aantrekken, zeker. Maar dat kan ik niet. Ik ben zo nieuwsgierig. Ik ben zo blij dat ik geleefd heb. En dat ik nog altijd leef. En dat ik nog altijd nieuwe dingen ontdek. Zie je. Zelfs, ik heb van de week de planeet Jupiter bewonderd. Begrijpt u? En dat ik dacht dat het een ster was. Maar ja, goed.
En ja, daar ook mee bezig geweest. En zo is er altijd iets. Altijd iets dat u in beweging houdt. En liefst zo lang mogelijk, ja. Welke verdiensten denk jij te hebben in het culturele landschap? Niet alleen in België, maar ook verder dan daar. Ja, de verdienste die ik heb is in elk geval dat ik nooit gezwicht ben om hetgeen ik, waarover ik geïnformeerd ben, om dat altijd mee te delen. Ik heb altijd behoefte gehad mede te delen. Nooit alleen dat voor mezelf te houden, maar mededeling. En altijd maar, ja, mijn gedacht op tafel brengen. Zoals vier kaarters met elkaar ook kunnen brullen en roepen en doen. En voilà, dat heb ik gedaan. En ik geloof dat dat veel geholpen heeft om de aandacht op hedendaagse kunst te verbeteren in België. Want België was zeer conservatief. Enorm conservatief. En dat moest veranderen. De mensen waren niet met hun tijd bezig. En gevoeld dat via de kunst eigenlijk gekomen is. Dat is een geluk. Zie je? Het had eigenlijk ook goed via de wetenschap kunnen gebeuren. Maar het is zo niet gebeurd. Want de wetenschap zit in een gesloten wereld. Maar het is via de kunst gebeurd. En dat is voor mij het belangrijkste. Zie je, een kunstenaar is ook iemand die naar buiten komt. Die het wil tonen. Een schrijver is iemand die het aan een publiek voorlegt. En als je het niet pakt, ja, dan ga je het nooit weten. Dus ik heb gezorgd dat ze het pakken. Ja. Als je nu zelf zou kunnen zeggen van dit zijn elementen die in de hedendaagse kunst naar voren komen en die nu in de tijdsgeest leven, welke zouden dat dan zijn? Ja, eerst en vooral de vraag naar uw identiteit. En die vraag van uw identiteit, dat heeft te maken met de autobiografie. Autobiografisch. Dus het resultaat van een kunstwerk is altijd gebaseerd op de autobiografie. Op uw autobiografische achtergronden. Op uw verleden. En met een kijk op vandaag. En de kijk op vandaag is onvolmaakt. Is veel opener als vroeger. Maar wel onwezenlijk. Wel onzeker. En daardoor iets magisch. Wel, je staat daar vertwijfeld, als kijker. En die vertwijfeling ten opzichte van een werk brengt u in de wereld van vandaag. Oké, dank u wel voor dat interview. Nog veel succes. En de jeugd moet dat weten, die vertwijfeling. Want in de universiteit tegenwoordig gaat dat, en in school gaat het allemaal over weten. Verstaan? Mm-hmm. Ja. Dank u wel. Bedankt. Veel succes.